voorlopig. En dan de driepunter. Dat is Bert van Koeken, die er is opgekomen tot de grote leid van de Kortrijkse fans, want deze man van de steek hier natuurlijk. En Koeken die snel naar de overkant gaat met zijn vriend. En dan het zet dat er binnenkant aan Fritsel in orde zou moeten zijn. Ook al waren wat probleempjes in het begin. Want ik kan het toch met de plezier heel veel van deze wedstrijd in de denken. Onder andere van de kamer. Terug 11 punten voorsprong. Mechelen tot nog toe niet verder komen. Dus dit is alweer een nieuwe verbetering van de maximum voorsprong.